De slimste mens zorgt ook deze zomer voor een goed humeur bij miljoenen mensen. De kennisquiz met Philip Frederiks is sinds de start in 2012 een geheide kijkcijferhit. En vorige week werd het kijkcijferrecord van 1,6 miljoen kijkers geëvenaard. Maarten, je bent het enige jurylid. En vervolgens word jij nooit ingezet om speltechnische problemen op te lossen. Hoe werkt dat? Dat is deels juist. Maar als er echt een speltechnisch probleem is waarover ik kritisch ben, dus ik vind het antwoord verkeerd, ik vind een achterlijke vraag of iets in die geest, dan wordt het eruit gehaald. Al van tevoren? Dus, ja, dus al mijn nuttige interventies, ik krijg je nooit te zien. Ik hoop ook dat daarvoor een speciaal... Maar we zien wel heel veel interventies van jou. Dus wat zegt dat over die interventies? Nou, die interventies zijn afhankelijk van het spelverloop. Want als je een finale hebt met lui die een massa punten hebben verzameld, dan duurt het dus lang tot ze naar de nul gaan. En hoe langer het duurt, hoe minder je mee ziet. Dus ik hoop altijd dat ze met heel weinig punten in de finale komen. Zodat al mijn gouden opmerkingen uitgezonden kunnen worden. Begrijp ik. Wij ook allemaal. Daar kijken wij graag naar. Ik heb al gepleit voor een apart kanaal waarop eigenlijk... Maarten van Rossum TV. Ja, kan allemaal. Je levert uiteraard conform je persoonlijkheid ongezout kritiek op mensen, dingen, provincies en steden. Ja. En met name Drenthe en Den Helder moeten ze ontgelden bij jou. Ach jee. Ja, het is een hele merkwaardige provincie. Want je komt dan uit Zwolle met de trein. Dan kijk je plotseling, onverwacht, kijk je in de oostelijke richting. Dan denk je, grote god, we zijn verkeerd afgeslagen. We zijn op weg naar Siberië. En dan zie je ook langs de spoorbaan zie je gebochelde boeren met grote puisten. Die manke ezels voortdrijven met karren met stroopbalen erin. En dan is het altijd toch weer een hele opluchting als je in Groningen arriveert. Jij steekt vaak over vanuit Den Helder naar... Het is een van de meest ellendige plaatsjes van Nederland. Nee, het is een heel, heel droevig plaatsje. En het gekke is, Den Helder is de zonnigste plek van Nederland. Maar in metaforische zin is het eigenlijk de duisterste plek van Nederland. De burgemeester van Den Helder heeft al 7 keer een gesprek met jou aangevraagd om dit uit te praten. Ja, ik weet het. Waarom komt het er niet van? Omdat ik er geen zin in heb of geen tijd voor heb. En toen heb ik voorgesteld dat als het dan moest, dat dan maar in dat duikbootje wat daar nog ligt. Ze hebben daar zo'n Russische duikboot. Dat leek me een goede plek om te bespreken wat een ellendig woord Den Helder is. Nee, ik moet er doorheen op weg naar de Texelse boot. Dat is het probleem. Het kan de beste overkomen. Iets anders, Maarten. Ik heb begrepen dat dit... van levensbelang is bij de opnames van de slimste mensen. Ze zijn wel de verkeerde, maar goed. Kaasbolletjes. Ja. Hoezo de verkeerde? We hebben 2 verschillende. Ja, het spijt me erg, maar die had even moeten bellen van tevoren. A, had ik dan gezegd dat ik aan de lijn ben. Oh, dat zat weer wel. Ja, doe het maar weer weg. Maar waarom moeten er... ronddelen, dat is ook leuk voor de mensen. Dat gaan we ook doen. Waarom moeten er kaasbolletjes bij? Ja, als het de juiste bolletjes zijn, dan... Een kaasbolletje is hard aan de buitenkant en zacht aan de binnenkant. Dat zijn deze. Die zitten vol met een soort van kaascreme. Ja, nogmaals. Het is voer te ver om uit te gaan leggen wat er niet aan deugt. Ik heb tijd. Dat gaan we niet doen, in principe. En eigenlijk zijn heel veel aantrekkelijke gerechten... zijn hard aan de buitenkant en zacht aan de binnenkant. Denk aan de bitterbal. Crème brûlée. Of de kroket. Of het garnalenkroketje. Ja, allemaal dat soort van dingen. En dat is de hoofdreden dat ik nu aan de lijn ben. Ook dat begrijp ik. Maar je kunt niet presteren in het programma als dit niet aanwezig is? Nee, want het wordt altijd pas achteraf geserveerd. Je ziet mij nooit een kaasbolletje eten terwijl de camera loopt. Dat willen we ook niet. Maar ik heb begrepen dat je heel chagrijnig wordt als ze er niet zijn. Ja, zeker. En ik vraag ook vaak, als het bijna afgelopen is, vaak of ze nog een groot verpakking doen. Want die krijgen ze dan niet op en die neem ik dan mee naar huis. Je vindt het heerlijk om... Je vindt het heerlijk om jezelf en Philippe als bejaarde neer te zetten. Nou ja, dat zijn we toch ook, of niet? Ik denk dat het begrip bejaard is verschoven tegenwoordig, Maarten. Je bent Philippe niet meer zo snel. Ik ben over de 70, Philippe ook nu. Mijn vader is 70, die is niet bejaard. Zo zie ik dat niet meer. Oh. Nee. Maar is dat misschien het charme van het programma? Ja, het is natuurlijk een raadselachtige combinatie. Waarschijnlijk zijn ze bij Sky High waren ze natuurlijk moe aan het eind van de week. Ze hadden een borrel gedronken. En dat is de producent. Wie moeten we dat nou laten presenteren? Dus ja, dan komt al die lui die dat dan doen. Hè, de bekende presentatoren in zo'n blitsjasje. Je kent dat wel, van die vlotte jonge mannen en zo. Die passeerden de revue. En toen zei iemand, een van de twee, ik weet niet waarmee ze begonnen zijn... En toen zijn ze waarschijnlijk, waren ze zo bezopen dat ze zeiden, laten we dan nog maar een andere bejaarde erbij nemen.
Kun je goed tegen kritiek, Maarten? Ja, ik kan het algemeen vrij goed tegen kritiek. Ik vond het in het begin, toen ik aan mijn, televisieloopbaan begon... Had ik toch wel de bekende naïeve neiging om het iedereen naar de zin te willen maken. Maar daar ben ik vrij snel van afgestapt. Want het blijkt dat ik een vrij polariserende persoon ben. Terwijl ik van mezelf eigenlijk een verlegen, empathische jongen ben. Komt dat op televisie totaal niet over. Je bent één keer in het programma gecorrigeerd. En dat was door de rapper Sef. Ik lees één buitenlandse krant en daar heb ik een internetabonnement. Dat is de New York Times. En zegt dat het New York Times? Ja, het is New York. Nou, New York Times. Geen idee, maar ik zeg dat altijd verkeerd. Dat is op zichzelf goed geobserveerd. Maar het is ook wel nuttig om af en toe iets verkeerd te zeggen natuurlijk. Want dat geeft de anderen de gelegenheid om je te corrigeren. Dat is waar. Je bent niet de enige die dat doet, Maarten. En ik heb het nooit begrepen. New York. New York, zeg ik altijd. New York, zeg ik altijd. Ja, waarom? Mijn vader doet het ook. Maar wat is dat? New York, dat dus die generatie. En die zeggen ook niet thing, maar sing. En maar New York. Wie heeft ze geleerd dat het New York is? Weet ik veel. Ik weet het niet wanneer ik dat opgepikt heb. Je pikt fouten op in de loop van je leven en dan is het vaak... scholing geweest. Zeker als je eenmaal bejaard bent, is het vrijwel onmogelijk om eraf te komen. Jij zegt gewoon New York, toch? Ja, New York. Ja. Ja. Nou, ik vind het fijn dat jullie het goed zeggen. Zeg het nog een paar keer. New York! Maar ik heb een beetje een voorsprongetje natuurlijk. De meeste winnaars van... Jij komt uit Oklahoma. Daarom. Dus wij in Oklahoma dieper, kunnen we New York zeggen. Dieper kun je niet zinken in de Verenigde Staten. Dat kan ik beamen. De meeste winnaars van de slimste mens zijn grappenmakers. Professionele grappenmakers. Ja. Hoe verklaar je dan dat zij zo goed scoren? Ten eerste zijn ze snel. In de uptake en in de downtake. Ten tweede hebben ze meestal vanwege de grappen een vrij goede kijk op wat er in Nederland de afgelopen kwart eeuw gebeurd is. Ze hebben het nieuws redelijk gevolgd. Het zijn meestal vrij trouwe tv-kijkers, dus ze weten ook wie in alle rare series een rolletje hebben gespeeld. Ze zijn goed in de associatie, want dat is in dat spel belangrijk. En er zit zo'n puzzeltje in waarbij je door associatieve redenering tot het juiste woord moet zien te komen. En dan zie je, het zijn allemaal cabaretiers of mensen die op enige wijze tegen die wereld aanhangen. Want we hebben allerlei gerenommeerde academici gehad. En dat is meestal na één rondje is dat afgelopen. Onthustig. Die zijn niet snel genoeg, die zijn niet associatief genoeg. Laat staan dat ze weten of wat voor rol, hoe heet dat gekke programma ook weer. Ik vergeet die, ik kijk er zelf ook nooit naar. Ik wees maar niet bang, ik zal nooit een deelnemer aan dat spel worden. Never, nooit niet. Ik zou het ook niet durven. Maandag is er om 8:30... Jij kunt het rustig doen. Nee, wel nee. Wel. Nee, dat wordt de demaske. Associatief. Snel in de apotheek. Ja, maar je zou maar net bij de eerste vraag Oklahoma, al iets heel... Oklahoma. Je zou maar net bij de eerste vraag iets heel dom zeggen. Ja. Daar kom je nooit meer overheen. Hoofdstad van de staat Oklahoma. Maandag is er om 8:30 weer een nieuwe aflevering van De Slimste Mens.